Het is alweer een jaar geleden dat Progester Fietsdorp een duofiets geschonken heeft aan Park Stanislaus. Tijd om eens een praatje te gaan maken met een van de vrijwilligers of het project aan gestalte heeft gekregen. De duofiets is geschonken door Progester Fietsdorp aan Park Stanislaus. Hmm. En is met een veel poeha binnengehaald. Poeha, een gezellig feestje en de fiets rijdt binnen. En hij is goed ontvangen. De fiets staat op dit moment binnen bij Stanislaus. Maar die gaat binnenkort weer naar het fietsenhok. En daar is ook een aansluiting. En daar is de oplader en het voetenplankje. Alles is daar aanwezig. En de gebruiksaanwijzing. Is het moeilijk om deze fietsen te besturen? Moet je wat ervaring hebben? Maar je hebt niet veel ervaring nodig met een dure fiets. Je moet weten hoe de slotjes werken, hoe de aansluitingen werken. En we hebben een gebruiksaanwijzing gemaakt. En die ligt erbij. En iedereen die duofiets gaat gebruiken, die kan het zo lezen van wat moet ik waar insteken. En het staat er allemaal op. Ja, zijn er genoeg vrijwilligers om die fiets te besturen? Nee, helaas niet. En we waren vorig jaar met z'n drieën. En twee mensen die hebben het vorig jaar zomer en vroeger najaar gedaan. En wellicht melden die zich opnieuw aan. Twee van de drie en de derde ben ik. En dan houdt het op voor meer dan 100 bewoners. Als mensen dit horen of zien, dan zijn er natuurlijk die zeggen, nou dat is nou net iets van mij. Maar waar kunnen ze zich opgeven? Die kunnen zich aanmelden bij de receptie van Park Stanislaus. En dat is telefoonnummer 513 9320. En dan kunnen ze zeggen dat ze vrijwilliger willen worden voor de duofiets. Dan worden ze vanzelf doorverbonden met activiteitenbegeleiding of ze worden teruggebeld. Welke mensen mogen van deze fiets gebruik maken? Moeten dat bewoners van Park Stanislaus zijn? Ja, mensen uit Stanislaus die kunnen dus gebruik maken van de duofiets. Maar ook bewoners van Moergestel. Dus als er meer vrijwilligers komen, kunnen we des te meer bewoners van het dorp Moergestel ook op de duofiets laten rijden. Er is er op het moment maar eentje. Denkt u dat er meerdere aangeschaft kunnen worden? Als er vraag naar is en als we geld zouden hebben. Maar dat voorlopig hebben we dat nog niet. Want tot nu toe is het zo dat de duofiets maar één accu heeft, bijvoorbeeld. Ja. En daarop kunnen we, dacht ik, 25 kilometer rijden. Dan moet die gauw weer aan de oplader. Dus we zijn aan het sparen, letterlijk aan het sparen, voor een tweede accu. Zodat als de ene leeg is, de ander aangesloten kan worden. Want helaas is het nu zo dat als er 's morgens iemand gefietst heeft, dan moet dat ding 8 uur opladen voordat de volgende weer kan fietsen. Dus in de praktijk kan er maar 1 persoon per dag maximaal 25 kilometer fietsen. Dat is natuurlijk veel te weinig. Want als het mooi weer wordt strakjes, dan vind ik het leuk om bijvoorbeeld 's morgens te gaan fietsen. En iemand anders vindt het leuk om 's middags te gaan fietsen of omgekeerd. En dat kan niet, omdat we geen tweede accu hebben. En dan heb ik het nog helemaal niet over een tweede fiets, want dat is nog veel meer geld. Hoe is de ervaring van deze mensen die u begeleidt? En waar komt u met ze? Zijn er bepaalde routes die u moet rijden? Waar fiets ik dan? In het heel buitengebied. Mensen vinden het lekkerder om in het buitengebied te fietsen. En door de bossen natuurlijk. Want daar komen ze tegenwoordig niet zoveel meer, omdat ze zelf niet zo mobiel zijn. En u vroeg naar de ervaringen van mensen. Nou, ze vinden het geweldig. Hey, luidjes. Dat moeten jullie ook een keer doen. Echt met de fiets overal heen. Heel de bossen in Oosterwijk. Geweldig. En het leuke vind ik persoonlijk dat mensen dingen zien in de omgeving, bijvoorbeeld een boerderij, en dan terugdenken aan hun eigen tijd op de boerderij. En dan op een gegeven moment de hele omgeving niet meer zien, maar dan terug zijn in hun eigen verhaal. En dat vind ik geweldig.
En er zijn ook mensen die genieten van gewoon de bomen en de geluiden die ze horen. Want in Pakistan is laatst hoor je niet zoveel vogeltjes meer. Althans, als je in huis zit. En zeker de mensen die met de fiets gaan, die zijn dus niet zo mobiel. Dus die kunnen ook niet zo vaak naar buiten. Nou, die genieten met volle teugen. En we hebben gesprekken en we lachen. En soms zijn we stil. En een enkeling vindt het dan leuk om ergens aan te leggen en een kopje koffie te drinken. Maar een ander die denkt van, heerlijk, ik ga weer terug naar huis. Het is heel verschillend. Alles gezien, heel de vogeltjes en alles alweer, heel de natuur.